Een pittige les over energiestromen in een ecosysteem en de bruto primaire productie en de netto primaire productie. Dat is voor het VWO. Iemand van 69,5 kilo eet een hamburger van een halve kilo, maar hoeveel weegt die persoon dan als het eten op is? Je zou denken 70 kilo of iets meer dan 70 kilo misschien, of iets minder dan 70 kilo. Je raadt het al, dat is natuurlijk een strikvraag. Dus we gaan eens even kijken hoe dat dan allemaal gaat in die voedselketens. Energie in organismen is eigenlijk opgeslagen in het organisch materiaal, in de biomassa, in de eiwitten, in de vetten en de koolhydraten. Dus als je eet, dan haal je energie uit die materialen. Iedere schakel van de voedselketen, daarin gaat natuurlijk energie verloren. En dus een kilo gegeten planten, dat wordt dus niet omgezet in een kilo geit of konijn. Dat snapt natuurlijk iedereen. En alle organismen, die hebben namelijk dissimilatie, verbranding. Dus een groot deel van je voedsel wordt dus verbrand. Organismen die vertonen namelijk stofwisselingsprocessen, ze bewegen, ze verliezen warmte, ze vertonen eventueel hersenactiviteit enzovoorts. Organismen verliezen natuurlijk ook heel veel materiaal, haren of bladeren en dergelijke. En dat komt dus ook niet terecht in de volgende schakel van de voedselketen. En ook als je wel iets eet, wordt ook niet alles gewoon goed verteerd. Sommige dingen worden gewoon weer uitgepoept. Dus het is wel beschikbaar voor de volgende schakel, maar het wordt weer uitgepoept. Ongebruikt als het ware. Nou, er ontstaan als het ware daardoor een duidelijke biomassa-piramide eigenlijk. Als je kijkt naar de volgende schakels. En dan komt het omdat niet alle energie 100% over kan gaan van de ene op de andere schakel. Dus een klein deel van de voedsel wordt gebruikt voor assimilatie, maar een groot deel wordt gebruikt voor dissimilatie. Dus je verbrandt gewoon een groot deel van het voedsel wat je eet. En dus als je elke dag een kilo eet, kom je natuurlijk niet 365 kilo aan in een jaar. Het zal wat zijn. Nou, de volgende schakel bevat dus altijd minder energie dan de vorige, oftewel minder biomassa. Dus als je de organische stof van alle organismen in de schakel zou wegen, dan neemt de biomassa af in iedere volgende schakel. Dus de producenten hebben de grootste biomassa, consument de eerste orde, de daaropvolgende grote biomassa. Nou, zo ontstaat er dus altijd een piramide van biomassa als je in elke schakel zou gaan wegen. Nou, die piramides die ontstaan dus door de producenten onderop te stellen. En dan de consumenten eerste orde, die eten de producenten natuurlijk. Consumenten tweede orde eten weer de consumenten eerste orde. En in elke stap gaat er dus energie verloren en dus ook biomassa verloren. Nou, als je die piramide van aantallen zou nemen, dan wil dat niet altijd een mooie piramide zijn. Als je piramide van biomassa neemt wel, maar piramide van aantallen niet. Wat bedoel ik daarmee? Je kunt bijvoorbeeld best wel één boom hebben, dat is dan één soort, en waarop een heleboel insecten leven. Maar die boom is dan natuurlijk wel 20.000 kilo. Maar als je de piramide van aantallen bekijkt, zet er maar één streepje, één boom. En er kunnen 15.000 insecten op zitten, maar die wegen dan bijvoorbeeld maar 20 kilo. Dus de piramide van aantallen, ja, dat is dus niet altijd een piramidevorm. Maar dat kan ook rustig naar zo'n wankelding zijn als dit. Vrij logisch, vrij makkelijk, denk ik. Niet te lang bij stilstaan. Maar dit alles is eigenlijk ook een argument voor veel mensen om geen vlees te eten. Omdat je namelijk, als het ware, heel erg veel oppervlakte nodig hebt om voedsel te verbouwen. Om later in de voedselketen bijvoorbeeld een koe te eten. Er gaat gewoon heel veel energie, als het ware, verloren. Je zou beter gelijk van het land kunnen eten. Vegetariër zijn dus. Nou, hoe dan ook, dat zijn veel gehoorde argumenten. Ander hoofdstuk gaan we er verder op in. Hoe dan ook, wat is dan eigenlijk een bruto primaire productie? BPP. Ik zie een klein foutje staan. Nou, hoe dan ook, alle biomassa in een ecosysteem wordt eigenlijk gevormd door producenten. En alle biomassa die gemaakt wordt, alle suikers die gemaakt worden door bijvoorbeeld fotosynthese of eventueel chemosynthese, dat noemen we de bruto primaire productie, BPP. Hoe dan ook, er bestaat ook zoiets als netto primaire productie. Nou, dat heeft te maken met het probleem dat de plant wel glucose produceert, maar dat hij ook een deel verbrandt. En dan is het dus niet beschikbaar voor de volgende schakel.
Net zoiets als een bakker die bijvoorbeeld 100 broden bakt, maar zo kan hij maar 99 broden beschikbaar voor klanten hebben, omdat hij zelf ook één brood moet eten om ja, alles gaande te houden, zeg maar. Dus hij moet zelf natuurlijk ook eten. Nou, zo heeft de plant dus ook dissimulatie. Dat is trouwens getalletje 1, hier zo zie je dat. Dus die plant die verbrandt gewoon een deel van zijn productie. Zijn brute productie wordt een deel verbrand. Dus er is maar een klein deel, of een kleiner deel moet ik eigenlijk zeggen, beschikbaar om in zijn cellen en in zijn weefsels te bouwen. En dat is het deel wat beschikbaar is voor de volgende schakel. Nou, hoe dan ook, dus niet alle geproduceerde suiker komt in het weefsel, in de biomassa van de producent terecht. De netto-productie is dus als het ware de bruto-primaire productie min die dissimulatie. Dus dat gewicht gaat er gewoon af. Niet alle energie komt bij het volgende trofisch niveau terecht dus. Nou, hoe moet je dit dan allemaal lezen? Nou, iedere schakel die verliest dus een deel van de energie. Zo zie je dat de dissimulatie in de schakels 1, 4, 7 en 10... hoe moet je dit nou lezen? Je hebt hier die producenten, consumenten eerste orde, consumenten tweede orde, nou, consumenten derde orde, vierde orde, maakt niet uit. Iedere schakel heeft zo zijn eigen organismen die allemaal verbranding hebben, dus een deel van hun eten verbranden. Nou, en dat zijn dus de pijlen 1, 4, 7 en 10. Die stellen dus dissimulatie voor, dus gaat gewoon een heel groot deel van het eten wordt verbrand. En ademen dus letterlijk uit. Die komen dus in de vorm van CO2 uit je adem, verbranding. Nou, sommige beesten die ademen niet echt, maar dat heet dan ook wel ademhaling. Maar in ieder geval, door CO2 komt dat vrij. Nou, delen van organismen die sterven natuurlijk ook af. En dus een deel van het organisme die wordt helemaal niet gegeten. Dat valt eraf, wordt niet, dat verdwijnt als het ware als voedsel beschikbaar voor de volgende schakel. De 2, 5 en 8 zijn dat. He, dus weefsels, afgestorven weefsel zie je hier een aantal keren staan. He, dus zo'n organisme verliest bijvoorbeeld wat veren of zo. Nou, delen worden wel gegeten, maar ook soms weer uitgepoept. Dus als je wat eten eet, je bord spaghetti, nou, er zitten ook maïskorrels in. Nou, sommige maïskorrels zijn best wel beschikbaar voor jou, maar je koudt ze niet goed, dus poep je ze gewoon huppatee, zo weer uit. Dat stellen de pijlen 3, 6 en 9 voor. Ja, dus gewoon niet, gewoon weer uitgepoept. Nou, dan heb je natuurlijk altijd nog aan het einde, of sommige andere organismen ook, toppredatoren, die worden gewoon niet meer gegeten door een volgende schakel en die sterven. En dat kan dus ook tussendoor zijn trouwens. Maar hoe dan ook, uiteindelijk zal alles weer door de schimmels en bacteriën natuurlijk verteerd worden. Elk trofisch niveau heeft zo zijn eigen productiviteit. En wat is dat dan? Nou, dat is dus het deel dat vastgelegd wordt in organische stoffen. Dus er blijft dus elke keer, de eerste generatie eet zoveel kilo plant en dat wordt dan zoveel kilo insect. De volgende generatie eet zoveel kilo insect en dat wordt dan zoveel kilo vogel. Dus die biomassa gaat steeds afnemen en zo heeft elk trofisch niveau zijn eigen productiviteit. Dus de hoeveelheid biomassa die vastgelegd wordt. In een mooi schema, nou, en dan krijg je echt al examenachtige stof en pittig voor de toetsen en zo. Ziet dat er een beetje zo uit. Je zou nog verder kunnen trekken, dus hier begint het al bij de zonne-energie die op een op aarde valt, zeg maar, per zoveel meter bijvoorbeeld. Nou, hoe dan ook, hoe moet je dat nou allemaal lezen? Laten we even hierop focussen. Je ziet dus een groot deel van de zonne-energie die door een plant wordt geïncasseerd, maar een groot deel van het lichtspectrum wordt niet geabsorbeerd. Dus een groot deel van de energie gaat gelijk al in de eerste stap verloren. En dan blijft er A over, wat eventueel naar de volgende schakel kan. Dus de hoeveelheid energie die de plant dan vastlegt in organische stof is dan A. Dan gaat gewoon een deel verloren. Maar die plant die heeft natuurlijk ook een heleboel verbranding. Dus hoeveel er blijft er dan uiteindelijk over? Dat zou een mooie vraag kunnen zijn. Dus bijvoorbeeld, welk deel is beschikbaar voor de consumenten van de eerste orde? Nou, er is dus een deel dat verbrand wordt, is natuurlijk niet beschikbaar. Dus het deel dat niet verbrand wordt, uiteindelijk overigens is P. Dat is de hoeveelheid energie die beschikbaar is voor de volgende generatie. En voor de volgende schakel, dat is dus de netto-productie. Die is alleen beschikbaar voor de volgende schakel. Deel P dus, in dit geval. Nou, hoe moet je dit nou allemaal lezen? Je ziet dit soort
enge verhalen staan met N plus 1 en zo. Nou, dat is allemaal lastig, maar op zich even goed naar kijken. Moet je daar wel uit kunnen komen? Hoe lees je dit nou? Nou, dit is generatie N. Nou, dan is dit generatie N plus 1. Ja, dus elke generatie verder noem je dan plus 1. Nou, je zou ook een aantal generaties verder kunnen, maar als je dit generatie noemt met zoveel energie, dan zou dit ook generatie N plus 1 kunnen zijn. Dus in ieder geval de volgende generatie, M plus 1, de volgende schakel, zeg maar. Goed, hoe dan ook. Iedere schakel verliest natuurlijk energie als deze gegeten wordt. En dus als je 1000 kilo rups eet, dan wordt het echt niet 1000 kilo koolmees. Dus de volgende generatie, er is energie verloren. Er is niet, alles is vastgelegd in koolhydraten of vetten. Hoe dan ook, schakel is ook wel trofisch niveau. Hè? De productiviteit is de hoeveelheid vastgelegde energie in organische moleculen. De organische moleculen, eiwitten, vetten, koolhydraten. Als je hier zo naar kijkt, dan zie je dus PN, dus de productiviteit op trofisch niveau. En wat het dan ook is, er gaat een deel, wordt gewoon niet opgegeten, een deel van de productie verdwijnt dus als het ware. Dan krijg je hier een deel wat naar de volgende trofisch niveau gaat, N plus 1. Het zwarte blok stelt dat voor. Een deel, I is N plus 1, energieopname in de vorm van organisch stof op trofisch niveau, volgende trofisch niveau. Maar er gaat natuurlijk ook een deel weer eruit, Fn plus 1. Daar zie je mijn energieverlies door uitwerpselen op trofisch niveau. Er wordt gewoon een deel uitgescheten. Je vreet het wel op, maar je poept het weer uit. Niet beschikbaar dus. Nou, en dan heb je dus, wat gaat er dan weer door naar het volgende trofisch niveau? Welke energie is beschikbaar? Daar moet dit nog vanaf. Wat is dit dan precies? Rn plus 1, dat zie je hier, is dus het energieverlies door dissimilatie bij organismen in het niveau N plus 1. Die organismen hebben dat gegeten, maar die verbranden weer een groot deel van het voedsel wat ze gegeten hebben. Dus er blijft voor de volgende schakel weer gewoon dit over. Dus dit is dan de productiviteit op trofisch niveau N plus 1. Dat is gewoon beschikbaar voor de daaropvolgende. Dus je dit hier zo, zou je hier als het ware weer onder kunnen plakken, maar dan heb je het over de volgende schakel, als het ware. En dan ga je gewoon door. En elk trofisch niveau verliest dus zo zijn eigen hoeveelheid energie. Nou, dit soort plaatjes, die zijn ook al lekker spannend. En komt ook uit een examen ergens. En staat ook in je opdrachten. En staat bij oefenopgaven. Nou, hoe moet je dit in godsnaam lezen, al die getallen? Nou, laten we even naar gaan kijken. Even hier, zo zie je wat staan, dissimilatie. Dus er is een deel wat gewoon verbrand wordt. Ik zie hier biomassa staan, bijvoorbeeld bij het fytoplankton 1,3. En ik zie een nette productie 190. En ik zie natuurlijk een deel, 57 gaat naar detritus toe, 29 naar zooplankton. Dus zooplankton eet fytoplankton. En 104 naar de suspensie etende bodemfauna. En als je eventjes kijkt, dan zie je ook 104 en 29 en 57. Dat is samen precies 190. Dus dit gaat allemaal door naar de volgende schakels. En het deel wat niet doorgaat, dat is het deel wat verbrand wordt. Dat is ook 190. Toevallig ook 190. Ik moet haast zeggen, helaas toevallig ook 190. Want het zou in werkelijkheid misschien net niet precies zo mooi zijn. Maar goed, hoe dan ook. Dit is hoe je dit kunt lezen. Nou, laten we eens even gaan kijken. Wat zijn dan hier de producenten? Nou, producenten die worden alleen gegeten en eten zelf niks anders. Dat zijn dus fytoplankton. Dus de pijlen gaan er alleen vanaf. Zie je hier. En zeegras. Alleen de pijlen gaan er vanaf. En we hebben hier de benthische microalgen. Ook daar gaan de pijlen alleen vanaf. Die eten dus niks zelf. Die eten, dat zijn producenten. Nou, hoeveel produceren ze eigenlijk netto? Laten we even kijken. De fytoplankton produceert netto 190. Het zeegras, dat zie je hier zo staan, netto 50. En de benthische algen, die produceren hier 75. Hoe makkelijk kan het zijn? Totaal, de nettoproductie is dus 315 gram koolstof per vierkante meter. Dat staat nog in de legenda. Nou, wat is dan de bruto productie van die producenten? Oh ja, nou, ze hebben dus die 190, die 50 en die 75 netto. Maar wat is dan bruto? Dan moet er verbranding erbij. Een deel hebben ze wel geproduceerd, maar zelf verbrand. Hoeveel dan? 190. Dus die fytoplankton heeft een bruto productie van 190 plus 190. En de zeegras 50 plus 50. En de microalgen 75 plus 75. Nou, kun je precies uitrekenen. Moet je totaal komen op 630 bruto productie. Nou, wat kun je dan nog meer hier uithalen?
Nou, wat is bijvoorbeeld de biomassa van de consumenten? Nou, de consumenten, moet je even goed opletten, zooplankton, consumenten, suspensie eten, bodemfauna en bodemfauna, detritus eten, etend en grazend, verschillende organismen dus. Dat zijn de consumenten, niet bodemdetritus, dat is afval en gesuspendeerde detritus, dat is allemaal afval. Dus de consumenten zijn die, die en die. Nou, dan kun je hem eventjes mooi optellen. En dan zie je 0,22, 8 en 6. Hè? 0,22, 8 en 6. 0,22, 8 en 6. Is 14,22 gram koolstof per vierkante meter. Die eenheid die staat weer in de legenda. Nou, wat kun je dan nog meer hiermee? Nou, je kunt bijvoorbeeld kijken gewoon van welke organismen hebben nou de grootste productie bijvoorbeeld. Nou, daar heb je de PB-ratio voor nodig. In wezen is dat de netto productie per biomassa. De netto productie per biomassa. Of wie groeit eigenlijk het hardst? Wie produceert de meeste organische stoffen per biomassa? Nou, phytoplankton heeft dus bijvoorbeeld 190 netto productie. Heeft 1,3 biomassa, dus dat is 146,2. Zeegras komt op 3,3 uit. En de benthische microalgen, 25. Nou, je ziet dus grote verschillen in deze getallen. 150 en 23, zeg maar. Dat zijn grote verschillen. Dus dat, wat zegt dat nou? Nou, dat zegt dus dat phytoplankton dus als het ware het hardste groeit. Nou, waarom is phytoplankton zoveel hoger dan zeegras? Dat heeft natuurlijk te maken met hoeveel beschikbaar licht. Zeegras op de bodem, minder licht. Nou. Wat kun je nou nog meer hiermee? Nou, bijvoorbeeld in hoeveel dagen wordt de biomassa van de benthische microalgen bijvoorbeeld vernieuwd? Dus in hoeveel dagen wordt de biomassa van benthische microalgen vernieuwd? Nou, gaan we even kijken. De biomassa is 3 gram per vierkante meter. De netto productie is 75 gram. Dus eigenlijk de hoeveelheid gewicht dat erbij komt per meter per jaar. Dan weet je dus hoeveel dat per dag is. Immers 75 in 365 dagen is 0,2 gram per dag. En dan weet je dus dat je dan in 15 dagen ongeveer 3 gram hebt geproduceerd. Dus in 15 dagen zal die dus zijn eigen gewicht produceren weer. Nou, de temperatuur en de lichtsterkte die hebben daar dus invloed op natuurlijk. Hè? Dus als het in de winter gaat het allemaal wat minder hard. En als er wat minder licht is gaat het minder hard. Nou, hoe zat het nou ook weer met die hamburger? Die persoon die is natuurlijk iets minder dan 70 kilo als hij een halve kilo hamburger eet. Want tijdens het eten vindt natuurlijk ook dissimulatie plaats. Ja, zijn darmen zitten te kneden, zijn kaken zitten te kauwen. Hij verliest de warmte ondertussen. Dus er is heel wat gaande en hij denkt misschien ook nog na. De persoon die zal morgen natuurlijk nog steeds 69,5 kilo wegen. Uiteindelijk zul je niet veel in gewicht toenemen, tenzij die persoon in de groei is. Kan ook in de dikte groei zijn. Dan is die morgen misschien 69,6. Maar dat komt dus doordat een groot deel, gewoon zelfs tijdens het eten dus al, gewoon verbrand wordt. Maar morgen ben je ook bijna alles kwijt, want je poept natuurlijk de onverteerbare rest ook nog uit. Tot zover!